Als je denkt dat het verdedigen van het christelijke geloof of apologetiek, zoals we dat ook noemen, maar een kleine discipline is binnen de theologie, nou, dan zal je misschien verrast zijn dat er ook in deze discipline verschillende stijlen zijn, en dat het eigenlijk best groot is. Deze stijlen hebben hun eigen uitgebreide literatuur. Hè, dus er zijn heel veel boeken over geschreven en we kunnen ze onderscheiden in vier hoofdty uh, uh, hoofdtypen. Uh, klassieke apologetiek, bewijskundige apologetiek en uh, wat ze in het Engels noemen uh, presuppositional apologetiek. Uh, en dan hebben we ook nog het fideïsme. Oké, okay, en in deze video wil ik met jullie gaan kijken naar de fideïstische apologetiek. En net als de vorige keer ga ik dus niet heel erg de diepte in, maar ik wil gewoon wat meer uitleggen over wat het is en hoe we het kunnen gebruiken. Goed, wat is fideïsme? Een, een fideïst is iemand die bij het nastreven van uh, religieuze waarheid meer vertrouwt op het geloof dan op de reden. Um, het woord is ontleend, fideïsme is ontleend van het Franse woord waar ze zeggen fideïsme. Ik weet niet of ik het goed uitspreek natuurlijk. Uh, en de Fransen lenen het op hun beurt weer van het Latijn fidee. Wat vertrouwen en geloof betekent. De Fransen voegden gewoon het stukje isme eraan toe. Um, en dit zou ons al een idee moeten geven van wat een fideïstische apologeet probeert te doen, toch? Um, in plaats van te vertrouwen op het intellect, legt een fideïst de nadruk op het geloof boven de reden, boven het verstand. Dat wil niet zeggen dat ze hun hersenen uitschakelen, nee. Het is meer dat ze op het geloof vertrouwen, omdat ze geloven dat het geloof een geschenk van God is. Uh, ze stellen dat we God niet uh, volledig kunnen begrijpen, omdat uh, ons verstand eigenlijk maar beperkt is. Nou, een heel bekend vers dat we kunnen gebruiken om dit idee te verdedigen komt uit Ephesius 2 vers 8, waar staat... Want uit genade bent u zalig geworden door het geloof. En dat is niet uit u, het is de gave van God. Maar deze tekst kan ook anders uitgelegd worden als je de nadruk legt op het woordje genade. De versen die we lezen in 1 Corinthië 2, vers 11 tot en met 13 lijken het fideïstische standpunt toch wel iets beter duidelijk te maken. Laten we het maar eens lezen. Want. Wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens, die in hem is? Zo kent ook niemand de dingen van God dan de geest van God. En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is. Opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. Van die dingen spreken wij ook. Niet met de woorden die de menselijke wijsheid ons leert, maar met woorden die de Heilige Geest ons leert. Om geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken, nou ik denk dat deze benadering heel zinnig kan zijn. Ik wil niet zeggen dat ik alleen maar deze benadering zou gebruiken, maar in sommige gevallen vertrouw ik meer op het geloof dan op de reden. Een goed voorbeeld hiervan is, is bijvoorbeeld de leer van de drie eenheid. Ik heb al naar heel veel uitleggingen geluisterd, toch ben ik nog steeds verbaasd over sommige aspecten van deze van dit theologische concept. Uh, misschien zijn anderen wel veel slimmer dan ik, dat, dat kan ook, maar dat geeft voor de rest helemaal niets. Maar in dit geval vertrouw ik dus vaak op mijn geloof. Ik geloof dat het waar is en dat het een goede weergave is van wie de Heere God is. En hoe zit het met bijvoorbeeld Gods natuur? Hè? Uh, het is een studiegebied waar maar geen einde aan lijkt te komen. God is liefde, God is goed, God is rechtvaardig enzovoorts. Nou. Ik vertrouw vrij vaak op geloof, in plaats van dat ik in staat ben om zijn natuur te vangen in een degelijke wiskundige manier van redeneren. Deze eigenschappen van God die zijn gewoon zo ingewikkeld dat het misschien beter is om er vanuit geloof over te praten. Eh, als een ongelovige, en naar vraag probeer ik wel voorbeelden te geven, hoor. Maar als ik dan vastzit, geef ik vaak toe dat dit iets is wat ik gewoon beslist heb te aanvaden door het geloof, zoals gegeven door de Heilige Geest. Sommigen beweren dat fideïsme helemaal geen deel uitmaakt van de apologetiek. Het hoort helemaal niet thuis binnen de geloofsverdediging, zeggen ze. Het lijkt erop dat je met deze benadering de meer rationele manier. Uh, om het geloof te verdedigen buiten beschouwing laat. Het ligt echter anders als we gaan kijken naar wat Evans, dus een, een, een theoloog over het fideïsme, heeft gezegd. Evans zegt bijvoorbeeld dat we een onderscheid moeten maken tussen irrationeel fideïsme, wat ontkent dat we verstandig of logisch kunnen of moeten nadenken over geloofskwesties, en Verantwoord fideïsme, wat probeert een beargumenteerde zaak te bouwen voor het bekijken van het geloof. En deze tweede groep gelooft dat het gerechtvaardig is om over geloof te redeneren, om erover na te denken, ook al geloven zij dat alles aan het christendom eh, boven, voorbij en in zekere zin tegen de reden is. Wat ze bedoelen met reden is de menselijke reden of onze rationaliteit. Ze beweren dat we deze zaken niet kunnen doorgronden met ons menselijk verstand. Met andere woorden, ze zeggen dat sommige waarheden van het christendom ver buiten ons vermogen liggen. Zo ver zelfs dat we ze niet kunnen begrijpen op een logische, uh, definitieve manier. En, en eerlijk gezegd, um, ik denk dat ze hier een heel goed punt hebben. We hoeven natuurlijk de ongelovigen niet af te serveren met een, een bot antwoord, zo van: Ach, joh, je moet gewoon geloven. You just need to believe. Nee, maar in plaats daarvan kunnen we, wanneer we geconfronteerd worden met zeer moeilijke onderwerpen, proberen uit te leggen waarom we niet in staat zijn om een acceptabel antwoord te geven. En, en we kunnen dan laten zien dat het geloof wel een manier biedt om het probleem te doordenken. Nou, om heel eerlijk te zijn, denk ik dat deze benadering van apologetiek niet heel erg populair is in de westerse delen van de wereld. En met de westerse delen bedoel ik de delen van de wereld waar we min of meer beïnvloed zijn door uh, vroege theologen zoals uh, Thomas van Aquino. Of, uh, ik ken hem eigenlijk vooral in het Engels uh, Aquinas, maar ik denk dat wij in Nederlands Aquino Aquino zeggen. Uh, nou, wat heeft Aquino er nou weer mee te maken, zou je denken? Nou. Daarvoor moeten we toch even een beetje de geschiedenis in. En dat gaat wel een heel eind terug. Want vlak na de concilie van uh, Salcedon, dat in 451 na Christus werd gehouden, zien we eigenlijk een, een heel grote tweedeling in de kerk. Een, een, een heel grote kerkscheuring. En dat is wat we nu het grote schisma noemen. Uh, dit schisma ging over het idee wie de Heilige Geest was. In de geloofsbeleidenis van Nicee zeiden de kerkvaders namelijk dat de Heilige Geest voortkwam uit de Vader. Maar paus Leo, en, en trouwens met hem vele anderen, zei dat de Heilige Geest voortging en voortkwam uit zowel de Vader als de Zoon. En hij wilde dit toevoegen aan de geloofsbeleidenis van Nicee. Nou, dit, deze geloofsbeleidenis van Nicee was. Heel erg belangrijk voor alle Christen en nog steeds trouwens. En daarom weigerden velen, met name uit de Oosterse kerk, om nog iets aan deze geloofsbelijdenis toe te voegen. Nou goed, om een lang verhaal kort te maken: de paus zei ja, eh, zij zeiden nee, en ze gingen allebei hun eigen weg. Nou, en vanaf dit moment hadden we dus twee grote kerken: namelijk de Westerse katholieke en de oosters orthodoxe kerk. En beide kerken hadden hun reuzen in de theologie. De katholieke kerk werd sterk beïnvloed door mensen zoals Aquino. En Aquino leerde bijvoorbeeld in principe dat we kunnen beschrijven wie God is. Hij zei dat, we, uh, dat God niet uit delen bestaat, maar dat hij is God. Um, en God is bijvoorbeeld, is liefde. En, en liefde is niet alleen maar een deel van God. Dus hij zei, ja, dit, dit maakt het voor de christenen mogelijk om de dingen van God te bestuderen. Maar dat niet alleen, want hij zei ook: want als we God kunnen bestuderen, kunnen we ook bestuderen dat wat hij heeft gemaakt. Met andere woorden, we kunnen theologie bedrijven op een academische manier. En dit heeft er onder andere toe geleid dat de studie van allerlei soorten wetenschappen eh, bedreven werden in de westerse wereld. He, en, ...en wat jouw atheïstische of seculiere leraar ook uh, jou wil doen geloven... ...de kerk heeft de academische wetenschappen absoluut gestimuleerd. De kerk heeft nooit wetenschap of wetenschappers onderdrukt. Dit, dit is een, een mythe die uh, in de renaissance populair is geworden. Uh, die, die hele bekende keer waar ze het altijd over hebben dat Galileo op het matje geroepen werd... ...was niet omdat hij uh, wetenschappen dreef, maar dat was omdat hij zijn bewijzen niet liet zien... Nou ja, hoe dan ook, um, vraag het maar aan een serieuze historicus en hij of, of zij zal dit toegeven. Even terug naar het onderwerp: um, we hebben misschien moeite om de dingen op geloofsbasis te vertrouwen vanwege onze uh, wetenschappelijke instelling die we mee hebben gekregen in onze opvoeding in het Westen. In de Oost-Orthodoxe Kerk zou dit wel eens heel anders kunnen zijn. Deze kerk werd namelijk sterk beïnvloed door theologen zoals Palamas. Uh, Palamos geloofde dat we Gods energie kunnen waarnemen en daardoor kunnen begrijpen wat God doet. Maar we kunnen Gods essentie zelf niet begrijpen, zei hij. We kunnen het niet eens overdenken. Het gevolg is dat de Ooster-orthodoxe kerk tot op de dag van vandaag liever spreekt over wat God niet is. In plaats van over wat Hij wel is. He, ze zullen bijvoorbeeld niet zeggen dat God almachtig is. Maar ze zullen eerder zeggen dat God door niets beperkt wordt. Het lijkt hetzelfde, maar er zit een verschilletje hier. Uh, met andere woorden, wat God is. Is min of meer een mysterie, zeggen zij. En daarom zien we. Bijvoorbeeld ook meer mystiek in de Oosterse orthodoxe kerk. En ik denk, en dit is gewoon mijn idee hierover. Ik denk dat het, uh, het sta, de fideïstische stijl van apologetiek. hen misschien meer aanspreekt dan de westerse christenen. Maar vergeet ook vooral Luther niet, uh, fideïsme is. Terug te vinden in de Lutherse tradities. Niet dat Luther een echte diehard fideist was, maar het is niet moeilijk om sleutelelementen te vinden in zijn leven en, en in dat van zijn volgelingen. Uh, Luther zei bijvoorbeeld dat vergeving van zonden. Een geschenk van God is door geloof alleen. Nou, daar zijn we het over eens. Hij stelde echter dat wij mensen dit geschenk nodig hadden vanwege onze gebondenheid aan zonde. En nou komt het: dat is een geestelijke gebondenheid die zo sterk is dat de menselijke geest eenvoudigweg niets wezenlijks kan weten over de schepper of over zijn werk. Luther geloofde sterk dat we niet eens kunnen begrijpen hoe de bevrijdende waarheid van het evangelie werkt. Nee, zei hij, we kunnen deze dingen alleen weten door het werk van de Heilige Geest. Nou, je ziet dat Luther niet echt positief was over de menselijke reden. Als het gaat om de eeuwige zaken van het leven in het Koninkrijk van de hemel, zag Luther de natuur als absoluut steken blind, zei hij. En de menselijke reden als volledig onbekwaam. Hij concludeerde dat God... Niet onderworpen is aan de reden en syllogismen, maar aan het woord van God en het geloof. Het is goed mogelijk dat dit uh, er eh, onder andere uh, toe, hem toe aanzette om de Bijbel in de normale taal te vertalen. Hij, hij geloofde dat alles wat we over God kunnen weten komt door het geloof, zoals gegeven door de Heilige Geest en door de Schrift. En ik kan me hier wel in vinden, omdat ik heb gemerkt dat velen op het platteland van Madagaskar het Evangelie niet echt begrijpen. Ze hebben het misschien wel gehoord, maar dan vaak in de officiële taal. En die officiële taal staat gewoon heel ver af van hun dialect, van hun hartstaal. Ik heb zelf gezien hoe ogen werden geopend toen mensen het Evangelie in hun eigen dialect hoorden. He, als ik voorlas uit het evangelie van Lucas. dat mijn Malagassie vriend en ik hebben vertaald. in een Malagassie dialect dat antenale heet. dan zie ik begrip op de mensen neerdalen. En Luther zei al: laten we ons geen zorgen maken. Het evangelie heeft ons hulp niet nodig. Het is uit zichzelf sterk genoeg. Alleen God beveelt het. Oké, okay, maar wat, wat kunnen we nou met dit soort apologetiek? Eh. Um, en hoewel velen de voorkeur lijken te geven aan solide bewijsvoering, zullen we zeker mensen ontmoeten die meer georiënteerd zijn op de, en dan doe ik het even zo, emotionele aspecten van het leven. Ik heb heel veel mensen ontmoet die niet erg geïnteresseerd leken te zijn in wetenschap of, uh, of uh, over, uh, wilden praten over wereldbeelden of wat dan ook. Nou. De, de, dat deed ze eigenlijk niet zo heel veel, maar zodra ik begon te praten over de verzekering van gewoon geloven dat Jezus me gered heeft, waren ze heel erg geïntrigeerd. Uh, ze wilden meer weten over dit geloof dat mij zoveel rust in mijn hart gaf, want dat is wat het geloof doet toch? Je hoeft niet alle kennis aan te, aan te uh, voeren. Je hoeft je geen zorgen te maken over alle zogenaamde bewijzen tegen het geloof. Je gelooft gewoon datgene waarvan de Heilige Geest je verzekert, je behouden is. Um, en ik herinner me ook nog, dit is een ander voorbeeld, ik herinner me ook nog goed dat er ergens, ik denk dat het rond 2008 was, een korte documentaire was over een fossiel die de naam Ida had. En de heer David Attenborough verkondigde heel moedig dat dit fossiel eindelijk een einde zou maken aan alle religie. Now people can say, okay, you say we're, we're, we're primates, like monkeys and apes, uh, and that we came from very uh, simple, generalized uh, mammals. Show us the link. The link, they would have said, until now, is missing. Uh, well, it is no longer missing. She could rewrite science. She could confirm Darwinian theory and debunk creationism. Dit fossiel was de voorouder van de mens, zei hij. Nou, Ik weet dat er heel wat christenen waren die hierdoor in de problemen kwamen met hun geloof. Ik had niet echt een antwoord op deze aanval uh, op het scheppingsverhaal. Maar ik re realiseerde me ook dat ik nooit helemaal echt in staat zou zijn om de schepping volledig te begrijpen. Dus op dit punt besloot ik. Uh, gods Woord, de Bijbel te vertrouwen op grond van geloof dat mij gegeven was door Zijn geest. Nou, sommigen maakten mijn standpunt belachelijk. Hè, wat had ik nou toch, uh, wat had ik nog meer nodig om mijn kinderachtige idee van de schepping op te geven? Maar ik hoefde niet heel lang te wachten, want een jaar later, ik, in 2009 denk ik, vond ik heel, twee heel kleine artikelen. Een van de New York Times en een van de BBC News, die allebei in feite zeiden dat Ida alleen maar een soort makie was. Meneer Attenborough had te vroeg gejuicht en mijn sceptische vrienden, die erop aandrongen om mijn standpunt over de schepping op te geven, hadden evenzo te vroeg gejuicht. Helaas waren sommige christenen minder koppig in hun geloof dan ik. Weet je, apologetiek is geweldig, maar alleen als we ons bewust zijn van onze tekortkomingen. We kunnen gewoon niet alle antwoorden hebben. En vertrouwen op de Heilige Geest voor je geloof is dan heel verstandig, zo ook in dit geval. Dus in mijn beleving is, eh, verdient fideïsme zeker een plaats in onze theologische arsenaal. Hoe dan ook, laat me weten wat je ervan vindt hè? in de commentaren. Schrijf maar op. Misschien heb je hier nog andere ideeën of aanvullingen over. Misschien ben je het niet eens met bepaalde dingen. Laat maar gewoon een reactie achter. Houd er wel rekening mee dat ik vooral actief ben op mijn Odyssey-kanaal. Je vindt een link naar dat kanaal in de beschrijving van de video of op mijn website. Um, en als je het leuk vindt of interessant vindt wat ik doe, kun je je ook abonneren op mijn kanaal. En vergeet dan vooral niet om op de notificatiebel te drukken, want dan blijf je op de hoogte van alle nieuwe video's. Ik stel jullie gebeden en steun zeer op prijs. Uh, kijk maar in de beschrijving van deze video om te zien hoe je me kunt helpen. En ik zal daar ook een link plaatsen naar zowel de Nederlandse als de Engelse transcripties van deze video. God zegen. Bedankt voor het kijken, en zo de heer wil, zien we elkaar in de volgende video. Bedankt voor het kijken naar dit filmpje. Geef me een duimpje omhoog als je het leuk vond. Je kunt je ook abonneren op mijn kanaal. Of misschien nog beter, abonneren op mijn Allerzie-kanaal. Op die manier zal je nooit een nieuw filmpje hoeven te missen. Je vindt alle verwijzingen in de beschrijving onder dit filmpje.